Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie bekijken naar een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord carrière. We gaan weer verder met onder andere Europees voetbal, want we gaan tegen Malmö spelen. En daarna gaan we nog een competitiewedstrijd spelen. Hier gaan we eens even kijken hoe onze spelers het tot nu toe doen. Ik denk, nou, laten we dat eens even bekijken en misschien willen jullie dat ook wel even zien. Dus we gaan ze gewoon allemaal even één voor één langs. Kunnen jullie zien wat voor cijfers ze gemiddeld hebben. Hier Geertruida 7,5, hartstikke goed jongen. Hoeveel goals ze hebben gemaakt, hoeveel assists ze hebben gegeven. Dus Kasdorp heb je geblesseerd, niet lang hoor, anders had ik het wel vermeld, maar dat kan je hier wel zien. Dat hij in ieder geval geblesseerd is. Ver 5 goals gemaakt, was vooral in de voorbereiding volgens mij daarna niet veel meer gescoord. Gaan we eens even allemaal langs. Jongens, doe even duimpje omhoog voor deze video, vind ik leuk. Hopelijk jullie ook de video en help mij en mijn kanaal FC Nederland verder door even duimpje omhoog te doen. En als je nieuw bent, abonneer dan zeker. En als je wat leuks te melden hebt of iets doms te melden hebt, interesseert me niet. Doe het gewoon even in de comments, want een beetje interactie is ook leuk. David 4 keer gescoord, 6, 7 assists bedoel ik. Martinez 13 keer gescoord in 6 wedstrijden, jongens. Die gaat echt de partij keihard, jongen, die Martinez, niet te geloven. Jurgensen 6 keer gescoord, 5 assists. Is de laatste tijd wat meer los aan het raken, gelukkig. En dus gaat het gewoon hartstikke lekker. Je kan zien, 3 wedstrijden, 9 punten voor de Europese wedstrijden. Dus gewoon, als we deze winnen, dan gaan we gewoon lekker door naar de volgende ronde. Zo is het ook. Maar Malmö is hier in de aanval. We kunnen die bal afpakken met Hapsi. Hapsi naar Ver. Ver ziet daar een mannetje diep lopen. Het is Almada. Het is een perfecte paas tussen twee middenvelders door. Tussen twee verdedigers door moet ik zeggen. Het is Almada die je zo'n kans niet hoeft te geven. Die scoort gewoon de 1-0. Dat breekt zijn reet hier volgens mij. Maar goed, dat interesseert niet. Hij scoort. En hoppatee. Zo staan we alweer snel op een 1-0 voorsprong. Want dat gebeurt vaak, jongens. We komen vaak snel op voorsprongen. Dat is gewoon hartstikke lekker. En Almada, die is hartstikke lekker bezig. En scoort de eerste goal van de wedstrijd. Maar Malmö is hier met een vrije trap. Wordt hij gevaarlijk? Nee, we kunnen hem wegkoppen. Kop hem dan ook weg, Kasdorp. Dat doet hij niet. En in de rebound kunnen zij scoren. Het is een slap optreden van Kasdorp. Man, wat doe je nou toch? Had die bal gewoon lekker weggewerkt, maar nee, dat doet hij niet. En zo staat het 1-1. Hier nogmaals, volgens mij is het Ver die het kopduel wint. Kasdorp wordt in de rug gelopen en staat er een beetje te slap, Janussen. En het is 1-1. Dan Malmö in de aanval hier alweer met Antonsson. Ja, al die namen jongens, ga ik niet eens proberen. Hier Marcus Rosenberg, die kennen we nog van Ajax denk ik. En die scoort gewoon de 2-1. We staan gewoon achter. Nog geen kwartier gespeeld en we staan alweer achter. Het is niet te geloven. Dick, doe er wat aan. Oh nee, ik ben de trainer tegenwoordig. Dick Advocaat, hier zie je niet nodig. Ik doe het gewoon hartstikke goed. Maar we staan wel achter. Daar moeten we wat aan doen. Dat gaan we doen. Kasdorp, kom op jongen. Even rennen. Hoppatee. Daar gaat Almada weer diep. Dat doet hij zo vaak, dat doet hij zo goed. Almada, kan die dan de 2-2 maken? Fuck! Nee, helaas. Het is de keeper die hem tegenhoudt. En ik maak daar gebaren. Een beetje doorwerken, jongens. Want dit kan natuurlijk niet. We staan achter. Martinez, Hiro Martinez. Goede bal op Almada. Gaat hij dan nu wel scoren? Ja hoor, het is Almada. En we staan weer gelijk. Het is 2-2. Martinez met de assist. Almada met zijn tweede goal. Hoe lekker is dat? Jawel. Lekker bal. Narsing erbij. Martinez erbij. Even feesten daar. Oh, het sneeuwt, het regent. Weet ik veel wat het doet. Het is takken weer daar in Zweden. Dat wel. Maar we scoren wel weer een mooie goal. Goede combinatie door het midden. Snelle spelers, dan kan je dat doen. Dus dat is gewoon hartstikke fijn. Narsing dan aan de bal. Tapia nog steeds de eerste helft. Tapia even terug. Terug naar Narsing. Narsing, wat ga jij dan doen? Speelt de bal hier goed in op Martinez. En die kon er net niet bij. En het was tevens ook buitenspel. Maar goed, goede kans. Maar helaas geen goal. Dan nog steeds de eerste helft. Almada hier al om zijn man heen naar Martinez. Martinez moet naar buiten. Komt naar binnen. Gaat zijn man langs. En het is 3-2. We staan verdomme gelijk alweer voor, jongens. Er is een ietsje meer dan een half uur gespeeld. En Martinez doet hier een kip na. Geen idee. Maar we staan wel gewoon weer lekker voor met 3-2. Hoe fijn is dat? We hebben al 5 doelpunten, jongens. Het is nog maar net begonnen. We hebben nu al gewoon nog 5 doelpunten. Het is hartstikke spannend. 3-2. Maar we moeten deze natuurlijk wel gewoon winnen om door te gaan naar die volgende ronde. En dat willen we natuurlijk. David hier, goede onderschepping naar Martinez. Die is natuurlijk snel, veel sneller dan die lange slungel van de Zweed erachterin. Even achter zijn standbeen langs, achter een hakje. Hoppatee, Ver wordt aangespeeld op Tapia. Tapia, die kan hem er gewoon in gaan schieten. Het is geen Amerika voetbal. Die doelen zijn veel lager. Je moet lager schieten, Tapia. Goed. Tweede helft. Kasdorp, Piro. Kasdorp naar Tapia. Tapia, goede paas. Dit keer wel.
Geen goed schot, maar wel een goede paas. Haps, haps naar David. David met wat ruimte. Die kan naar binnen toe. Gaat hij hem voorgeven? Nee, hij gaat even kappen. Komt nu wel naar binnen toe. En hierop Ver. Die worstelt zich er een beetje langs. David krijgt die bal terug. En die kan hem makkelijk binnenschieten. En het is 4-2. En dan is het toch wel over, mag je zeggen. Bijna een uur gespeeld. 4-2 voor. En dan mag je dat natuurlijk toch niet meer weg gaan geven. Het was een beetje frommelgoal van Ver. Nou, dat kennen we wel van hem. Hè. Die loopt dan om een beetje te kloten daar ook. Maar in dit geval pakt het goed uit. David krijgt die bal voor zijn voeten. Denkt niet na, haalt gelijk uit. En het is een doelpunt. Dan, Hiro Ver wordt aangespeeld. De La Vega inmiddels ingevallen hier aan de linkerkant. Die is natuurlijk snel. Die is veel sneller dan die verdediger. Even kijken, hij doet amper moeite en hij is zo weg. Boadou is inmiddels ingevallen. En die schiet hem helaas niet in. Dan hebben we hier Vermeer. Die denkt, nou weet je wat, ik ga gewoon een beetje hoog lopen houden hier. Hop, en dan gaan we maar naar voren rennen. Vermeer, doe dat nou niet jongen, het is niet nodig. Het is niet nodig. Hij speelt Kastdorp in. Oh jee, we raken de bal kwijt. Nee, Kastdorp raakt hem gelukkig niet kwijt. Tapia krijgt de bal. Dan aan de rechterkant is het Sinisterra. Die hier een beetje vrijheid krijgt. Ga jij dan eens een keer scoren jongen. Hij gaat naar binnen toe. Gaat hij hem afgeven. En, oh heerlijk gedaan door Martinez. En zo pakt hij toch ook nog even zijn goaltje mee. Lekker gedaan. Martinez in de verre hoek. En zo was het Vermeer die de aanval opzette. Beetje risicovol dat wel. Maar goed. Het pakt gelukkig goed uit. Sinisterra, eindelijk een keer een assistje van hem. En Martinez, waar je verwacht dat hij tegendraads in zou schieten, doet hij dat niet. In de verre hoek. Het is doelpunt. We winnen met 5-2. We gaan door naar de volgende ronde. Yes. En nou, lekker is dat. Wie is de man of the match? Het is Almada met twee belangrijke doelpunten in het begin natuurlijk. En dan gaan we gewoon door naar de volgende ronde. Jongens, ik ben een beetje die persconferenties ben ik een beetje zat. Dus die doe ik niet meer. Als je het er niet mee eens zijn, moet je het even zeggen. Dan doe ik ze er misschien wel weer in. Maar ik heb niet het idee dat het veel toevoegt. Dus ik doe ze lekker weg. Dan, in een besneeuwde Kuip gaan we tegen RKC spelen. Nou, hoe leuk is dat? RKC gelijk al met een goede kans. En die gaat op de paal. En Bijlo die houdt zo gelukkig nog even de nul. Maar die had er zomaar in kunnen gaan en 1-0 achter kunnen staan. Gelukkig gebeurt dat niet. Dan Kokcu Hiro. Jongen, loopt nog niet zo te slap, Janus. Verdomme, is die bal weer kwijt. Vermeulen dan aan de bal. Die gaat schieten. En gelukkig, Bijlo staat goed op te letten en die heeft die bal. Dan Sinisterra hier aan de linkerkant wordt aangespeeld. Is natuurlijk snel, ook in de sneeuw. Niet snel genoeg. Die verdediger kan hem weer inhalen. Maar hij blijft aan de bal. Oh, zo. Kapbewegingtje. Lekker hoor. Ga je hem nou nog afspelen of wat? Ja, hij speelt hem af. En Boadou, die kan hem er niet in schieten, helaas. Dan Geertruida hier, die gaat aanvallen op de La Vega aan de rechterkant. De La Vega, wat ga jij dan doen? Die wacht te lang en het wordt een corner. Dat dan weer wel. Nou, klappen in je handjes. Dat zijn we allemaal blij. Kokcu met de corner. Corners, dat is ook niks hè, tegenwoordig. Het is zo, ik vind het zo lastig om een corner goed te nemen. Om een keer aanvallend goed te koppen. Het is niet te geloven. Maar Geertruida hier ook in de aanval. Legt hem op Jurgensen. En Jurgensen schuift er binnen. En we staan eindelijk 1-0 voor. Net voor rust. Al 3 minuten blessuretijd zijn er voorbij. Maar we scoren wel. Hoe lekker is dat? Net voor rust. Hier Geertruida doet het goed. Legt hem goed af. En Jurgensen, ja, simpel voor hem. Schuivertje in de verre hoek. En het is 1-0. Dan tweede helft. RKC hier in de aanval. Moeten ze niet te vaak doen. Dat moeten ze gewoon niet doen. Kunnen ze niet. Moeten ze gewoon niet doen. Wegwezen. RKC. Nee. Oh, zo. Die verdediger is het ook lekker op te letten. Hij schiet hem gelukkig mis. Dus dat scheelt. Jammer joh. Malasia dan hier in de aanval. Malasia. Balletje diep naar Sinisterra. Sinisterra is natuurlijk snel. Heeft wat vrijheid. Kan hij hem voorgegeven? Kan hij hem afgeleggen? Wat gaat hij doen? Hij legt hem af op Boadou. En die schiet hem erin. En het is 2-0. Ook in de verre hoek. Net als Martinez de vorige keer deed. En zo staan we lekker trainen voor. Waarom stel je baby? Is die vader geworden? Boadou? Dat is wel erg jong, hoor. Zou ik niet aan beginnen, zou je doen. Nee, ik kan het jou verraden. Zou ik niet doen. Nee. Doe maar lekker als je 28 bent of zo. Dat is veel beter. Niet als je 18 bent. Malasia dan. Op Burger. Burger. Wat ga jij doen? Kokcu. Kokcu. Even terug. Terug naar Burger. Naar Boadou. Boadou op Jurgensen. Jurgensen ga je schieten. Nee, die gaat kappen. Gaat hij dan zelf schieten? Nope. Ja, doet hij wel. Had hem beter af kunnen leggen. Ja, Jurgensen echte spits. Die wil natuurlijk zelf scoren. Maar het lukte hem helaas niet. Dan Kokcu hier op Jurgensen. Jurgensen geeft hem nu wel af op de La Vega. En oh, wat een heerlijke goal van de La Vega. Pedro de La Vega. Moet ze lachen inhouden. Dat was wel een heerlijke goal. Hè? Met zijn linkervoet. Zijn zwakke linkervoet moet ik zeggen. Want hij is rechts. Hiro Jurgensen, net was hij nog zelfzuchtig, hier is hij dat niet. De La Vega haalt in één keer uit en het is
3-0. Hoe lekker is dat? Dan Sinisterra, Hero op Bannes. Bannes is inmiddels ingevallen. Oh, je krijgt met een gelukje de bal. Bannes gaat zelf schieten. Legt hem niet af. Ook hij is zelfzuchtig en scoort niet. Jongens, niet zelfzuchtig zijn, dan worden er geen goals gemaakt. Dat zien we wel weer. Hero dan. Oh, De La Vega. Lekkere aanname. Ik dacht dat hij er niet meer bij kon, maar het lukt wel. Over zijn man heen. Dan op Jurgensen. Jurgensen op Sinisterra. Kan jij dan eindelijk een keer scoren? Verdomme. Nee, het lukt hem gewoon weer niet. Waarom scoort die vent nooit? Wat is dat? Kan er niks mee. Nou, goed. Dan RKC in de aanval. Moeten ze niet doen, dat zei ik net al. Kunnen ze niet? Kunnen ze het wel? Kunnen ze het wel? Gaan ze nou eindelijk een keer scoren? Nee, jammer joh. Weer mis. Haha. Bastoni krijgt geel. Waarom? Waarom krijgt hij nou weer geel? We slaan het op. Scheids. Wat gebeurt er? Laten we eens kijken. Jongen, wat een mietje zeg. Krijgen ze nog een vrije trap ook. Dus ze schieten eerst mis, na voordeel. En dan denkt die scheidsrechter, nou weet je wat, dan geven ze maar een vrije trap. Nou, ook dat kunnen ze niet. Jammer joh. Misselijk ventje. Hè? Lekker 3-0 gewonnen. Zo, daar hebben we niet voor terug hè. Jongens, lekker 3-0 gewonnen. Hoe fijn is dat? Jurgensen, man of the match. Gescoord. Assistje gegeven, dus dat is allemaal prima. En we hebben gewoon terecht gewonnen. Dan, Hero, gaan we weer even trainen. Je ziet het, Bijlo die gaat als een spero. Bijlo als een spero, oké. Het gaat gewoon lekker. Jongens, einde van de aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hier gaan we nog even naar de stand. We staan 2 punten voor op PSV inmiddels. Dus dat gaat de hartstikke goede kant op. We gaan hopelijk gewoon weer lekker kampioen worden. En hopelijk ook ver komen in de beker en in Europees. En dan wordt het gewoon een hartstikke mooi seizoen. Doe nog even een duimpje omhoog. Als je dat niet gedaan hebt, zou ik enorm waarderen. En hopelijk ben je er de volgende keer weer bij. Als je niet geabonneerd bent, doe dat dan. Want anders dan bestaat de kans dat je de video mist. Zou zonde zijn. Mensen, fijne dag verder. Later.